Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga verder met Livius Hannibal ab urbe condita, eindexamen 2024. In dit stukje is Hannibal aan het woord om zijn soldaten op te peppen. En ze staan tegenover Scipio en ze hebben net de Alpen overgestoken. Ad supplicium is een actievus. De proposcurrunt is een PV. Me ducem is een inactivus. Primum kan een activus zijn, maar het kan ook een bijwoord zijn. En ik denk eerder dat het een bijwoord is, omdat er ook de in de staat. Primum de in de eerste en vervolgens. Dus daarom zal primum geen activus zijn. Vos omnes is ook een activus. En dan komt er een bijzin met qui. Uitleg. En het congrueert met vos. Het hoort naar congrueert. Het hoort bij de vos. Niet helemaal congrueren, hè? Want dit is wel een nominativus en de vos is een activus. Maar verder, qua geslacht en getal, is het wel hetzelfde. Opogenes nasses cetis is een PV en saguntum is een activus. Dan krijg je dus depe poscurunt is ze hebben geëist de uitlevering van. En wie die van is, die staat in activus. Ja, er zijn twee activussen. Mij, de aanvoerder. En jullie allen. Ad supplicium is letterlijk naar de straf. Naar de doodstraf. En dan hebben we primum en diende. Eerst. En vervolgens. Dus voor de straf. En dan bedoelen ze hier de doodstraf mee. Wij zeggen niet na de straf, hè? We zeggen voor de straf. Hebben ze eerst mij, de aanvoerder. Hebben ze eerst de uitlevering van mij, de aanvoerder, geëist. Daarna van jullie allen. In Nederland zou je misschien hier een die van jullie allen bijzetten. Een uitlevering van jullie allen. Voor duidelijke Nederlands. En jullie allen, die opognacetis, hadden aangevallen, jullie hadden aangevallen. En wie hadden jullie aangevallen? Saguntum. Maar, dit is fout. Er is een probleempje namelijk. Opognacetis is een conjunctivus. Hier is een gewone, daarboven staat de gewone hoofdzin. Niks, geen gekke dingen. Het is geen bijzin. Er staat geen conjunctivus. Dus waarom staat er in deze quizin een conjunctivus? Dat moet je dan altijd afvragen in dit soort gevallen. En dat betekent dat je die qui niet met die moet vertalen. Maar je moet hem vertalen alsof er een voegwoord staat. Ik zal dus even zetten. Conjunctivus. Alsof er een voegwoord staat. En daarbij moet je dus denken aan omdat, opdat en toen. Of schoon, hoewel kan ook wel eens. Hier is het natuurlijk omdat. Dus hou in de gaten als er ineens een quizin staat met de conjunctivus. En die quizin hangt niet af van de conjunctivus in de hoofdzin. En die quizin hangt niet af van de conjunctivus van een ACI of een tweede graads of een andere bijzin met de conjunctivus. Nee, een andere bijzin. Dan is er iets aan de hand. Dus het mooiste is hier om dan te zeggen, omdat jullie saguntum hadden aangevallen. Dus kijk daar vooruit, voor die conjunctivus. Deditos is een activus. Ultimis occultiatibus is een ablativus. Deditos is een activus, ik hoop dat ik dat zei. En dit is een ablativus. Ad facturi is een PV en een nominativus PFA, een participium futurum actief, gecombineerd met een PV is dat dus een omschrijving samen van een PV. Ad facturi voerend betekent ze waren van plan geweest. Teditus is de zich
overgegeven hebbende, even heel letterlijk gegeven hebbende. Den. En ultimis cuciatibus is de ergste folteringen in de ablatives. En dan moet je dus iets met van door, met in, op of vanaf doen. Nou, dus. Ze waren van plan geweest, de zich overgeven, degene die zich overgeven hadden, dan denk je van wie zijn dat? Dat zijn natuurlijk die wij, dat zijn die Hannibal en mensen, consorten. Dus het is wel handig in het Nederlands om daar die wij bij te doen. Het staat er niet. Dus ze waren van plan geweest om ons, en dat staat er niet, maar dan moet je, dat is voor de leesbaarheid wel handiger, om ons die zich overgegeven hadden. Ze waren van plan geweest natuurlijk iets te doen, dat was ik even vergeten aan te doen. En wat je aandoet is dus een is hier met een ablativus. Dus niet door met in op vanaf, maar als je in het woordenboek kijkt, dan zie je dat daar een ablativus bij hoort. Die zichzelf overgegeven hadden de ergste folteringen aan te doen. Meervoud natuurlijk wel. Folteringen aan te doen. Yep. Dan, crudelissima superbissima gens is een nominativus. Sua omnia is een activus. Sui qua arbitrii genitivus. Facit. Facit is hier een lastig geval, maar eerst even die nominativus. Het zeer vrede, denk aan de superlativus, issimus, en zeer trotse volk. Het maakt. Het maakt alle dingen. De zijnen. En van zijn willekeur, letterlijk. Dat is iets heel vreemds. En hier is dus een zeugma aan de hand. In het Latijn kun je een vaker combineren met een activus, dan is het gewoon maken. Je kunt vaker combineren met de genitivus en dan wordt het onderworpen aan zijn willekeur. Dus er zijn twee heel verschillende dingen aan de hand. En dat heet een zeugma. Dus dan krijg je... wij moeten dus met twee werkwoorden doen, anders slaat het nergens op. Het zeer vrede en trots, zeer trotse volk maakt alles tot het zijne. En legt zijn wil op. Cum quibus. Nou, met dat soort mensen. Cum met een ablativus is altijd, bijna altijd, maar we hebben het hier al een paar keer anders gezien. Cum quibus met een ablativus is een voorzetsel. En quibus is een relativum, dus dit is wel een bijzin, een relatieve bijzin. Bellum, activus. Dan weer cum quibus. Kun je hier als een aparte zin doen en dan dit opvatten als een zeugma, als een elisie. Maar ik heb ze nu even samengenomen. Het is dus even een keuze. Want ik weet dat gewoon als zoiets precies dezelfde kleurtjes heeft, dezelfde woorden, cum quibus en dan bellum, alleen het leidend voorwerp is veranderd. Ja, dan kun je het opvatten als een asyndeton. Want het is gewoon een opsomming van de bijwoordelijke bepaling. Nou, en dan komt hier de hoofdzin. Alleen dat is soms lastig te zien als je gaat splitsen. Se modum is een activus. Aequum is een activus. En kenzet is een PV. Nou. Habiamus, wij hebben. Bellum, oorlog. En we hebben vrede. En dan twee keer met wie? Dus dat wordt dan het volgende. Met wie wij oorlog hebben. Met wie vrede. Maar er is hier dus weer wat aan de hand. Er staat hier weer een conjunctivus afhankelijk van de gewone hoofdzin. Dus we moeten weer iets doen met deze conjunctivus.
In de aantekeningen staat dat je hier een dubitatives moet lezen. Dus niet dat gedoe van er is een voegwoord weggelaten of zo. Nee, het is hier eigenlijk een afhankelijke vraag geweest. En dus moet je een dubitatives... Een dubitatives vertaal je altijd met moeten. Dus met wie wij oorlog moeten hebben. En met wie vrede. Kenzet is een betekent het vindt. Het gaat over het volk, hè. Het vindt... te imponeren, op te leggen. Er hoort hier een ACI bij. Staat in aantekeningen. Nou, de eerste A is zij. Slaat terug op het volk. En modum is hier wijzen. En aequum is billijk, rechtvaardig. Die wijze, die wordt een beetje een vrijere vertaling van, want anders krijg je het vreemd. Anders krijg je een vreemde betekenis, maar dus met wie wij moeten oorlog voeren, met wie wij vrede, vindt het rechtvaardig dat zij de manier wijze bepalen. Dat kun je lezen als dat zij het opleggen. Dus zij bepalen of wij oorlog moeten voeren of vrede. Nou, dat is natuurlijk onhoudbaar, dat kan niet. We zijn een zelfstandig land, dus waarom mogen zij beslissen of wij oorlog mogen voeren? Het gaat dus over de straf die opgelegd werd na de Eerste Punische Oorlog. Vergelijkbaar eigenlijk met bepaalde landen waar het nog steeds gebeurde. Japan mag geen aanvallende oorlog voeren, volgens mij nog steeds niet. Aanvallende dingen, zich niet voorbereiden op aanvallen, ze mogen zich alleen verdedigen. Volgens mij had Duitsland, ik ben niet zo goed in geschiedenis, maar volgens mij had Duitsland na de Eerste Wereldoorlog ook zo'n bepaling dat ze geen oorlog mochten voeren. Het komt vaker voor. Maar dus ook al bij de Carthagers. Die kregen die straf ook opgelegd. Nou, Circum Scribit is een hoofdzin. Er staat geen voegwoord. Includitque, weer een PV. En dus betekent dat er een nieuwe hoofdzin is. Nos is een activus. Terminis is een ablativus. Montium fluvium fluminumque is een genitivus. Quos, nieuwe zin. Relativum, relatieve bijzin. En het gaat over de terminis. Quos is een activus. Nee, activus zei ik. Excedamus is een PV. En dan komt er een komma, dus daar eindigt de bijzin. En dan hebben we neque eos, dat is weer een stukje hoofdzin. Dus hier, kikum scribit includit que, neque. Daardoor weet ik van, oh ja, dit is een hoofdzin. Had ook een vervolg van de quoszin kunnen zijn, maar dan staat er geen eos natuurlijk. Dat is dan een beetje vreemd. Dan komt er een nieuwe bijzin met quos. En staat weer, het is een pv met een komma erachter, dus dan komt de rest van de hoofdzin, terminos, observat. Terminos is een activus en observat is een pv. Nou, lekker korte zinnetjes. Cecum scribit, het beperkt. Dan kun je afvragen, wie beperkt het dan? Nou, dat is eigenlijk het leidend voorwerp dat bij included staat. Hier elisie van het leidend voorwerp. In het Nederlands zetten we de elisie meestal bij het tweede deel, niet bij het eerste deel. Het beperkt ons... Included. En het sluit ons op. Het sluit in is beter. Het sluit in. En wie sluit het in? Ons. En waarin sluit het ons in? De terminis. Montium fluvinumque. Met grenzen van bergen en rivieren. De grenzen zijn opnieuw vastgesteld. Dus... En het volk, daar gaat nog steeds op. En het sluit ons in met grenzen van bergen en rivieren. In elke oorlog wordt dat, gebeurt dat. Nieuwe grenzen. Quos non equidamus. Quos is die. Nee, relativum activus, die. En dan ook hier weer non equidamus. Dit is gewoon een hoofdzin. Hier staat de conjunctivus. Waarom staat die conjunctivus hier? Hier. Moet je, zeggen ze wel in de aantekeningen, mogen erbij denken, die wij niet mogen overschrijden.
staat nog een nietje in. Dus die wij niet mogen overschrijden. Vastgelegd in de, regels van het sluiten van de vrede. Die wij niet mogen overschrijden. En dan neque eos terminos. Die hoort nog even bij elkaar. Even aangeven. Zo. Observat betekent het neemt in acht. Het neemt in acht. Eos terminos, die grenzen, neken we er niet. En niet neemt het die grenzen in acht. Quo statuit. Dus natuurlijk de grenzen die zij voor zichzelf gelegd hebben. Anders zou het denken van, nou, dat is fijn. Zij zeggen dat het niet hoeft, dus prima. Nee, het gaat over de grenzen die ze zelf hebben vastgesteld. Dus wij moeten dat wel doen en zij niet. Hij begon zijn redenvoering, tenminste in het stuk wat wij lazen met jullie, moeten zeer woedend zijn. Die het heeft vastgesteld. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is en ik zie jullie graag terug de volgende keer.